ADO Den Haag, Ajax Vrouwen. De eerste wedstrijd dus in de play-offs. De eindfase in de strijd om de landstitel. Ajax koploper met 27 punten. En ADO Den Haag de nummer 4 met 20 punten. En bij Ajax terug in de basis. Daphne Koster terug van blessure. Inessa Kagerman op van de Bichelaar. Van de Bichelaar draait weg, schiet. En de bal gaat een metertje over. Goede actie van de Bichelaar. Inessa Kagerman. Deze bal voor van de Bichelaar veel te hard. Maar Piëten kan er nog wel bij. Marloes Piëten. Piëten met de bal op van de Bichelaar. Van de Bichelaar schiet. En Jennifer Vreugdeel met haar eerste redding van de wedstrijd. Daphne Koster, ver mee naar voren. Daar komt de bal van Koster, van de Bichelaar en dan Oude Mast. Romero uit de draai. En daar balverlies en dan is het Viltjens. Viltjens met de kans. Viltjens met de kans, maar wachten iets te lang. En dan Ajax weg met Desiree van Lunteren. Van Lunteren, veel ruimte bij van de Bichelaar. Van de Bichelaar. Strafschopgebied in. Van de Bichelaar schiet, schiet en doelpunt. Marjolein van de Bichelaar. En Ajax komt op een 0-1 voorsprong. Van de Bichelaar met haar 15e doelpunt. Kagerman met een goede opening. En dan Hoogendijk met ruimte voor een voorzet. Anouk Hoogendijk. Hoogendijk, Vreugdeheel. Waar is de bal? Daar is de bal op het netje. Goede aanval van Ajax. Daar komt de corner. Kaagman, strakke bal, weggekopt door Van Leeuwen. En dan Van Lunteren. Van Lunteren schiet, droge bal, wordt van de lijn gehaald. Door Priscilla Mesker. Dan Van der Meer. Hoog voor. Keizerwit en Pelova. Pelova schiet. Pelova, die bal gaat net naast. Van Leeuwen. Maar die bal te kort. Dan fluit scheidsrechter Augustin af. Voor het eind van de wedstrijd. Ajax wint het duel met 1-0. Door een doelpunt van Marjolein van der Bichelaar. Ajax blijft trots aan kop en zet opnieuw een goede stap richting landstitel.